In dit filmpje gaan we onze blik weer eens buiten Europa richten. We gaan kijken naar de expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder meer in de vorm van kruistochten. En die expansie, die uitbreiding, die begint zo ongeveer vanaf het jaar 1000. En je ziet hier al drie richtingen waar de West-Europeanen heen trekken. Maar voordat we gaan kijken wat ze daar gaan doen en waarom ze precies die kant op gaan, moeten we eerst eens even gaan kijken waarom ze überhaupt weer een blik op de buitenwereld gaan richten. En daarvoor zijn verschillende redenen. Tijdens die vroege middeleeuwen, de periode van hoofdstuk 3, toen was men in Europa te veel met zichzelf bezig. Toen was het te onveilig en toen was er te weinig rust en orde om ook maar met anderen bezig te zijn. En wat we vanaf het jaar 1000 zien, is bijvoorbeeld dat het weer veiliger wordt in Europa. Want invallen van vreemde volkeren zoals de Vikingen, die houden op. Bovendien komt de handel op, wat de welvaart stimuleert. Ook dat brengt natuurlijk rust. En als laatste zien we dat Europa steeds meer een eenheid wordt. Het christendom verbindt de Europeanen steeds meer met elkaar. En we blijven nu even bij die figuur van de paus rechtsonder. Want in 1095 doet hij een oproep om op kruistocht te gaan. En na die eerste oproep, na die eerste kruistocht, zullen er nog 6 kruistochten volgen. In een periode van ongeveer 200 jaar proberen de Europeanen het heilige land, het land waar Jezus heeft geleefd, het land van de Bijbel, om dat weer te heroveren op de moslims. Na die eerste kruistocht lukt ze dat ook wel. En dan worden er allerlei kleine christelijke gebieden, kruisvaderstaten, in dat heilige land gesticht. Maar die kruisvaderstaten worden ook weer aangevallen door de moslims. En de christenen raken uiteindelijk de greep op het gebied weer kwijt, als in 1291 de kruisvaderstaat Akko als laatste weer in handen van de moslims valt. En aan die kruistochten hebben tijdens die 200 jaar tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen meegedaan. Dat zie je hier in de grafiek. De 7 kruistochten staan er op een rijtje en ieder vak staat voor 2000 mensen die aan die kruistocht deel hebben genomen. Nou ja, je kunt even het filmpje op pauze zetten om eens rustig te tellen hoeveel dat dan per kruistocht geweest is. Maar je ziet in ieder geval al dat dat heel erg veel is. Maar waarom gingen die mensen dan op kruistocht? En wie waren die mensen eigenlijk die op kruistocht gingen? Nou, die groep die was in ieder geval heel divers. Dat waren geestelijke, dat waren edellieden, zelfs koningen. En dat waren ook hele gewone mensen. En waarom gingen zij? Ja, die redenen waren heel divers. Maar een heel voorname reden was natuurlijk de verspreiding van het christendom. Of de verdediging van het christendom, zoals de kruisvaders vaak zeiden. Daarnaast zien we dat hoge edelen ook vaak deelnamen aan de kruistochten, omdat ze dan meer aanzien kregen. En bovendien konden edellieden ook rijk worden van de kruistocht. En het was natuurlijk een groot avontuur waar veel mensen ook wel zin in hadden. Dus je ziet allemaal heel verschillende redenen staan voor heel verschillende mensen, maar in de praktijk liep het vaak door elkaar. Een christelijke koning kon best op kruistocht gaan omdat hij meer aanzien wilde, maar tegelijkertijd kon hij ook best op kruistocht gaan omdat hij oprecht geloofde dat hij daarmee het christendom kon helpen. De motieven waren dus niet voor iedereen hetzelfde. Nu gaan we weer even terug naar dat eerste kaartje. We hebben dus gezien dat er kruistochten plaatsvinden richting dat heilige land. Dat zijn ook de grootste kruistochten, maar dat zijn niet de enige kruistochten die er in die tijd in Europa geweest zijn. Vanaf de 11e eeuw zien we bijvoorbeeld ook dat onder leiding van de Duitse keizers de Slaven en Balten in Oost-Europa gekerstend moeten worden. Hun gebieden worden veroverd door de West-Europese christenen, de Slaven en de Balten worden vaak tot horige boeren gemaakt en vanuit West-Europa gaan er allerlei avonturiers die zich in die gebieden gaan vestigen. Dat is ook een vorm van een kruistocht. Daarnaast zien we in de middeleeuwen dat de West-Europese christenen bezig zijn met de Reconquista, de herovering van Spanje en Portugal op de moslims. En uiteindelijk lukte dat aan het einde van de 15e eeuw. En dit zijn dus alle drie voorbeelden van kruistochten. Militaire expedities die werden ondernomen om het christendom uit te breiden. Die kruistochten vormden dus een belangrijk onderdeel van de West-Europese expansie. Maar we zien ook nog een andere vorm van die expansie in de late middeleeuwen.
de expansie via handelsnetwerken. En een van de belangrijkste handelsnetwerken in Europa wordt gevormd door de Noord-Italiaanse stadstaten. Steden als Venetië, Genua en Florence bijvoorbeeld, die zelfstandig waren en die deel gingen nemen aan de handel in het Middellandse zeegebied. Zij handelden met het Midden-Oosten en dat deden zij zo goed dat zij steeds meer de bovenliggende partij werden in die handel. Maar ook in Noord-Europa zien wij een groot handelsnetwerk ontstaan, het netwerk van de Hanzesteden. Tientallen steden die met elkaar afspraken maken over hoe zij het beste met elkaar kunnen handelen. En op dit kaartje zien wij het begin van de West-Europese expansie, die in hoofdstuk 5 door zal zetten. Maar dat is iets voor een volgende keer.